Kickbokser Rico Verhoeven, 34, kreeg recentelijk tijdens het Glory Grand Prix zwaargewichtentoernooi meer dan alleen een stevige workout. Na een intensief gevecht met zijn artsrivaal Jamal Ben Saddik, 33, ontspon zich een opmerkelijk incident waarbij de Belgische Marokkaan, die in de hoek van Rico's tegenstander Nabil Kashab stond, een ongebruikelijke trapbeweging richting de King of Kickboxing maakte. Actrice Georgina Verbaan, 44, liet haar humor niet achterwege en maakte een scherpe opmerking over de veiligheid in de kickboxwereld tijdens een uitzending van Rens op zondag. Met een knipoog naar het tumultueuze fragment, waar Rico en Jamal elkaar het niet bepaald makkelijk maakten, benadrukte Georgina de ogenschijnlijk minder veilige werkomgeving in deze sport. Rico Verhoeven, die het toernooi uiteindelijk won. Reageerde met een kwinkslag op Georgina's opmerking. Hij beschreef het incident als grensoverschrijdend gedrag en betreurde de situatie. In een terugblik op het voorval uitte hij zijn teleurstelling over de hoge trap van Jamal Ben Sadik. Rico benadrukte dat dergelijk gedrag niet thuis hoort in de sport en onderstreepte het belang van het zijn van een voorbeeld voor de volgende generatie. Waarom moet je zo'n hoge trap geven? vroeg Rico zich af. Hij erkende dat discussies en woordenwisselingen kunnen voorkomen, maar beschouwde het incident als ongepast, vooral gezien de relatie tussen Jamal en Rico als trainingspartners. Dit hoort gewoon niet thuis in de sport. We zijn een voorbeeld voor de volgende generatie, voegde Rico toe, benadrukkend dat dergelijke incidenten de sport in een negatief daglicht plaatsen. De 34-jarige Rico Verhoeven doorstond het achtmans toernooi met overwinningen op onder andere de Fransman Sofian Laidouni, 29 Kashab, 23 en Levi Richters. Wat zijn prestaties nog indrukwekkender maakt, gezien de uitdagingen buiten de ring. Deze gebeurtenis werpt niet alleen een schijnwerper op de fysieke strijd in de kickboxwereld, maar ook op de vraag naar een veiligere en respectvolle sportomgeving.